Hallo en welkom bij de unboxing van Stamswap. Stamswap kan je spelen van 1 tot 5 personen, wordt aangeraden vanaf een leeftijd van 14 jaar en zal een half uurtje tot 60 minuten duren. Eerst en vooral hebben we hier twee regelboekjes. Dus een overview en goal. Altijd mooi in het relief zijn die boekjes en de verschillende componenten. Dus we zien hier de setup, een gameplay overview. Hier zien we ook de setup uitgebeeld, wat altijd handig is. How to play, round setup, verschillende fases, collect phase, swap phase, show phase en een end of game, final show. Hier zien we een overzicht van de stamps of de vertaling ervan, de postzegels. Voor de jongere kijker, een postzegel was iets wat je op een brief moest kleven en een brief is een e-mail op papier. Dus hier clarifications die waarschijnlijk nodig zijn om het spel beter te begrijpen. En hier een gameplay overview wat altijd leuk is om naar te kijken als player aid. Dan stamp swap pinzetta of pinzetta. Dat zijn de solo-regels van het spel. Ook een setup. En pinzetta zal waarschijnlijk onze pennenvriend zijn, onze virtuele tegenstander. En dan ook een kort overzichtje van een difficulty level en hoe je alles moet instellen. Wat zien we nog in de doos? Dat is een insert, een lege insert. Die we zo dadelijk gaan vullen. Niet met deze zipbags, maar waarschijnlijk met deze vele postzegels die je hier rechtsbovenaan al kan zien. Enkele houten componenten, dus we zien de verschillende spelerskleuren: klassiek, wit, zwart, bruinachtig, groen en roze. En waarschijnlijk een ronde marker of een ronde markeerder, allemaal in een zakje met silica gel. Dan hebben we hier twee sets kaarten. In papier ook altijd milieubewust, die spelletjes van Stonemaier. Zo. We hebben hier een hele reeks kaarten. En we kunnen ook zien dat ik ze ondersteboven hou aan de laatste set. Als we kijken naar de achterzijde, dan zien we hier verschillende kleuren. Dus blauw, groen, roze, zwart en weer roze, dacht ik. Ziet er een beetje beige uit. We zien ook icoontjes, dus voor de kleuren blinden misschien. Alhoewel, also een gear wil meestal wel iets zeggen. Dus rewarding finds, jackpot. Dit zijn misschien scorekaarten. Ik weet het niet 100%, want ik heb de regels nog niet gelezen. Large pile, enzovoort. We zullen eens kijken naar de tweede stapel kaarten. Dus hier zien we wel een postzegelsymbooltje. Hier twee postzegels. Personen. En dan de player aids in de verschillende spelerskleuren. En hier ook weer double text specialists. 1 punt per green stamp. Dus eindscore waarschijnlijk. In hetzelfde thema. Cancelled stamps. Perfect corners, surrounded stamps, empty regions. Enzovoort enzovoort. Dus allemaal manieren om te scoren. En het zullen een soort vaardigheidskaarten nog zijn. En dan hebben we een spelersbord of een spelbord.
Dus hier de achterzijde veronderstel ik. Dus hier de voorzijde van de verschillende soorten postzegels. Dus Friday, Saturday, Sunday. Kleuren, thema, size cancelled. En we zien hier rond ook een score track. Waarschijnlijk zal je hier blokjes moeten zetten als je verder gaat dan de score van 150. Hier zien we bijvoorbeeld ook voor de final show, waarschijnlijk de endscoring, hoe je de verschillende punten kan verdienen. En wat hebben we dan nog? Nog een hele set karton. Ja, dus het onderste van de doos. En dan hebben we hier de spelersborden waarschijnlijk. Het zijn van een eerder flimsy materiaal. We zien niet echt de kleuren van de spelers terugkeren. Ik had verwacht dat het die ringetjes zouden zijn, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Dus kijken naar de achterzijde. Dus voor twee of drie spelers veronderstel ik. Ja, staat er bovenaan op. En ook een solo modus. Dus de andere zijde is voor vier en vijf spelers. Nogmaals, veronderstel ik. Dan hebben we punchboards. Ze punchen zeer gemakkelijk. Er blijft geen overschot. Ook de ronde tokens, die soms wat moeilijkheden durven geven, die gaan vrij vlot. We hebben hier een andere vorm tickets. Die gaan ook allemaal zeer goed. We hebben hier vierkante grote en rechthoekige kleinere. Alles gaat zeer vlot zoals je ziet. Hier zijn kleine tokens, die zijn ook soms verraderlijk. Maar zoals je ziet gaat het allemaal zeer goed. Hier een gouden soort postzegel. Ja. Dus alles puncht zeer vlot. Okay. Ziezo. Dit was onze unboxing van het spelletje Stamp Swap. Bedankt om te kijken.